team. Klik. En als laatste nieuwsflitsje gaat het over My Dreams Kunstkamp. Klik. Ik laat zo meteen een fragmentje zien over het liedje van het My Dreams Kunstkamp. Maar eerst ga ik jullie wat vertellen over wat het nou precies is. Dit is een kamp waar je allemaal leuke dingen kunt leren, zoals dansen, zingen, acteren enzovoort. En het is natuurlijk superleuk, want je maakt nieuwe vrienden en van alles. Nu laat ik dus het videofragmentje zien. Klik. Allemaal handjes in de lucht! Met My Dreams leer je zingen, dansen, acteren met elkaar. Klik. Want ik droom. Op donderdag, de vijfde kampdag, zetten we in iedere les de puntjes op de i voor de eindpresentatie. Laten we naar het bos toe gaan! Ja! De volgende ochtend. Jammer dat we niks in het bos vonden. Ja, die grapjes van gisteravond waren echt niet leuk, jongens. Weet iemand waar Maya is? Laten we nog een keer naar het bos toe gaan! Ja! Op donderdag beginnen de docenten ook alvast met opruimen, maar in deze kisten zitten alleen maar kostuums. Want op donderdag ga je per lesgroep al je kostuums doorpassen voor de eindpresentatie. Mijn favoriete kostuum is toch wel die van de leerkracht, omdat ik als enige die aan heb en dan vind ik het best wel leuk om dat aan te hebben. Ik ben er echt wel helemaal klaar mee! Pak allemaal jullie werkboek en ga meteen aan het werk! In stilte! Heb je het over mij? Nee, waarover dan? Ze legt het me nog een keer uit. Nog een keer uitleggen? Zo'n goede smoes, die is ook echt heel origineel. Nou even eerlijk, waar hou je het over? Zijn stoere kinderen die strijden aan de strijd om nooit te red. Een vuur dat zich verspreidt, een lied dat nooit verdwijnt. Wij zullen blijven strijden, toch ieder is. Donderdag zetten we alles op alles voor de grote eindpresentatie. Zo hebben we 's avonds bijvoorbeeld een grote doorloop in het kampgebouw. Maar we kijken natuurlijk ook even terug naar wat je allemaal geleerd hebt deze kampweek. Dat ik best wel veel durf en dat ik veel plezier in het toneel heb. Ja, je hebt over jezelf geleerd, ja, wat je goed kan en waar je nog aan kan werken. Mm-hmm. Ja, en voor de rest van acteren zie ik gewoon heel veel techniek geleerd en ja, heel veel andere tips gekregen. Ja, ik heb ook een solo. Ik heb wel tips gekregen van hoe ik dat het beste kan overbrengen, het verhaal. En als ik had geweten dat dit zo was gegaan, dan had ik wel wat aardiger gedaan. Het was het feestje, maar dat was het niet voor mij. Op vrijdag staan we super vroeg op om het kampgebouw op te ruimen en om geschminkt te worden. Vervolgens gaan we met de touringcar naar een groot theater in Nederland. Daar hebben we een doorloop en alvast een generale repetitie in kostuums. Lekker op dat als je
Ik ga de gezelligheid en iedereen wel hier missen. En dat je gewoon samen heel veel aan het zingen en acteren bent. Wat ik het meeste ga missen als ik weer thuis ben, is dat de gezelligheid, mijn nieuwe vrienden en de mooie plek hier. Wat ga ik missen? Het meeste wat ik ga missen is gewoon alle mensen en gezelligheid. Maar ik heb wel heel veel meer zo uitgewisseld. De vrienden op het kamp en de leuke lessen en deze leuke locatie en eigenlijk heel veel. Maar voordat we elkaar echt gaan missen, is het tijd voor de grote voorstelling in het theater voor je ouders en ander publiek. Yeah.
theater. Dank jullie wel. En een applaus voor mijn fantastische docententeam. Dank jullie wel. Kom maar. Volgende week kun je gewoon weer opnieuw kijken naar een nieuwe aflevering van Niet te Filmen. Want dan volgen we weer nieuwe kampgroepen op het My Dreams Kunstkamp. Wil jij dit jaar ook mee met de kunstkampen? Schrijf je dan snel in op www.kunstkampen.nl.